Het personeel van het diakonessenhuis is niet tevreden met de bond onder leiding van Robbie Narendorp. In afwachting op de bond vatte het personeel vanmorgen post op de parkeerplaats van het ziekenhuis. Het personeel raakte erg geïrriteerd en het personeelslid Amar Sumnenden werd door de regering gevraagd als zij elders op het terrein post konden vatten. Volgens Sumnenden wensen het personeel opheldering van de bond omdat zij de informatie over een wensenpakket via de media moeten vernemen. Bij deze vraag ik de voorzitter, wanneer heeft hij met ons vergaderd om een wensenpakket in te dienen? Wij gaan niet voor een lumpsum, wij willen een goede verhoging hier hebben. We zitten heel laag in salaris. En als je meegaat met RKZ, wat RKZ heeft gevraagd, vergelijk de salaris van RKZ met diakonissen. Dus daarom, kom praat met ons, dan pas dien je een wensenpakket, want daarvoor betalen wij. Want er komt nu iets anders naar voren dat we het bestuur moeten bedanken. En dat is heel zwaar nu op dit moment. Ze hebben mij als trekker gezien en als je dat moet gaan trekken nu, dan is het is een lastige situatie nu. Ik heb net met de directie gesproken. De directie heeft ons gevraagd om van voren naar achteren te gaan. Dat hebben ze ook heel keurig gedaan. Dus even wachten op de bondsvoorzitter wat hij allemaal zo meteen gaat uitleggen. Want de hoogte van de lumpsum, die willen wij weten wat het is. Wij kunnen niet voor een... De eerste keer heeft hij in het kapel met ons vergaderd en hij noemt een bedrag 1500 SRD uit. En die was in drie termijnen werd het door het ziekenhuis dan afgelost. Het gaat het personeel haar verstand te boven dat er over lumpsum wordt gesproken zonder hun in kennis te stellen. Narendorp geeft aan dat het personeel afgaat van wat zij horen van andere ziekenhuizen. De bond heeft echter een apart pakket waarvoor er wordt onderhandeld. De bondsvoorzitter weet wat het probleem is. De man aan money. En ik besef dat. En iedereen beseft dat. Niet zomaar komt de regering wel eens in. Maar ze kunnen niet inkomen zoals het moet. Daarom, als die lichtdagtarieven aangepast wordt. Ik ben jaren mee bezig. Gisteravond ben ik weer mee bezig geweest. Vanavond. Ik wil mee bezig zijn, omdat dat de redding kan zijn voor die particuliere ziekenhuizen. Want de en zelfs RGD. Want de overheid heeft die middelen niet om al die voorzieningen te voorzien van wat gevraagd wordt. Dus als ik zeg dat die twee ziekenhuizen, meneer Potori Kadoro, Alamung, dat is een probleem, voorzitter. Minister Mogaling, voorzitter, je kan zo geen bedrijf runnen. Dus je kan het wenden, de mensen die het niet begrijpen, overal staan voor die lichtdagtarief. Maar dat is de basis. Robbie Narendorp, voorzitter van de bond bij het Diakonessenhuis. Op 15 juli starten de CAO-onderhandelingen bij alle drie organisaties. Die vallen onder Narendorp, dus bij het Diakonessenhuis, het Sint-Vincentius Ziekenhuis en de RGD.